3 punten. En dan hebben we alles mee gezegd. Ja. Ja, we gaan het over voetbal hebben uiteraard eventjes. Ja, dan, ja, het was de gelukkigste tijd gewonnen en dat was natuurlijk niet goed. En ja, we winnen hem en dat is, ja, heel erg belangrijk in zo'n kampioensrace natuurlijk. En, maar het was niet goed en IJsselmeerveld is ook nog grote delen van de wedstrijd wat beter geweest. Zonder dat ze ook goed speelden trouwens, maar wel wat beter dan wij had ik het idee. Jij weet ook dat je die heeft die punten nu, over 2 weken praat niemand meer over hoe je ze gehaald hebt. Nee, dat weet ik. Ja, het is, ja, we zijn er ook dol blij mee, ook gezien de situatie, daar komen we dan zo nog maar op, denk ik. En ja, Schet, ja, het is wel een Schet we hebben laten invallen, omdat als je met Frank de Voort speelt, dan moet je goede aanvallen hebben, aansluiten, inspelen, houd de bal vast en dan mensen eromheen bewegen. Maar zo goed waren we vandaag niet. Dus dan, als je het dan niet op die manier gaat winnen, dan moet je het iets optimistischer winnen. Dus dat was dan de wissel van Schet voor Frank de Voert. Nou ja, oké, Schet is een momentenvoetbal en dat moment had hij. Dat werd wel een beetje geholpen door een centrale verdediger. Maakte een schaartje of iets dergelijks. Een centrale verdediger die viel. Dus dan kon hij eigenlijk zo doorlopen en schoot hem in de korte hoek binnen. En op het tandvlees hebben we toen nog, hebben we dat nog gered. Ja. Dan ga je de kleedkamer in, dan roep je iedereen, gaat naar binnen. En dan gaan jullie zitten facetimen met Sander Molenaar, waar het verdomme niet goed mee gaat. Nee. Sander heeft 6-7 hele goede weken achter de rug. En deze week was het al minder met hem. Vorige week na Hardenberg natuurlijk een groot feest. En toen ging Sander ook naar huis toe, omdat hij er ook slecht uit. Hij wil overal graag bij zijn. En deze week ging het ook slecht met hem. En wij wisten vanochtend al dat hij is gisteravond opgenomen in het ziekenhuis. Hij is geopereerd. En toen heeft hij ook het nieuws te horen gekregen, wat nu ook naar de pers mag. Dat hebben we dus net. Hij heeft ons gebeld en we zaten met FaceTime en we zaten allemaal voor die camera. Sander heeft ons verteld dat hij geopereerd is en dat hij ook te horen gekregen heeft van de doktoren. Dat hij, het woord 1 week is gevallen, maar het kan eventueel ook een paar weken worden. Maar 1 week is ook gevallen, dus het kan nu heel snel gaan. En het is nog maar de vraag of hij nog een keer op de club komt. Wat gebeurt er dan in zo'n kleedkamer? Ja, ik kan het zelf wel invullen, maar nou, iedereen breekt. Ja, ja. Ja. Het is ook niet vol te houden natuurlijk. Er lopen jongens weg en die beginnen elkaar te huilen. En anderen praten terug. En je zit daar met een hele grote groep voor Sander. Die heeft zijn verhaal verteld. Dat hij van ons houdt, dat hij van Katwijk houdt. Dat hij hoopt dat we bij elkaar blijven. En dat we het kampioenschap gaan halen. Onder andere voor hem. Er is niet op te bescheiden voor om te zeggen, doe het voor mij. Maar dat is natuurlijk wel de bedoeling. Maar als je dit soort berichten hoort, dan zeggen we, lekker belangrijk dat voetbal. Nee, het is ook totaal niet meer belangrijk natuurlijk. Sander is 38 jaar, is een fantastische reus, een heel sociaal mens. 38 jaar, 3 kinderen, getrouwd, 3 kinderen. En dan is voetbal, is het maar bij ze. Sander heeft het dan toch over dat voetbal en over zijn Katwijk. Dat hij wel wil dat we bij elkaar blijven en dat we eruit halen wat erin zit. Dat is het kampioenschap uiteraard. Doen. Proberen. Ja, uiteraard. Daar gaan we voor natuurlijk. Alleen het valt niet mee. Hè. Vanochtend hebben we al iets gezegd. Hebben we gezegd van jongens, Sander is er vandaag niet bij. Gisteren geopereerd. Het gaat niet zo lekker met hem. Hebben we ervoor gekozen om wat na de wedstrijd te vertellen. Dus Sander heeft daarvoor gekozen. Terwijl. Dus ja, het is in en in triest.